Ja, we zijn hier in Alphen voor de VVD-borrel. Dit naar aanleiding van de waterschapsverkiezingen. Nou, voor mijn werk zijn de waterschapsverkiezingen wel degelijk belangrijk. Ik als Europarlementariër in Brussel ben bezig met de klimaatverandering, met de land- en tuinbouw, met de impact op het milieu en noem het allemaal maar op. En water, grondwater, oppervlaktewater speelt daar gewoon een hele belangrijke rol in. En de waterschappen die hebben daar heel veel verantwoordelijkheden in om te zorgen voor de beschikbaarheid van water en de kwaliteit daarvan. En ik vind het heel belangrijk dat we mensen in de waterschappen hebben die verstand van zaken hebben, die uit de praktijk komen en die weten waar ze het over praten en die ook een directe lijntje hebben met mij in Brussel. Vandaar dat ik het belangrijk vind dat de VVD goed vertegenwoordigd gaat zijn in de waterschapsverkiezingen.